De werknemers van ArcelorMittal in Gent waren al vroeg op post om hun collega Tom Dosse uit te zwaaien. Tom vertrok vanmorgen voor een driedaagse looptocht van 192 kilometer richting ArcelorMittal in Luik. Vrijdag hoopt hij daar aan te komen. Het zal dan exact 1 jaar geleden zijn dat de regio daar getroffen werd door hevige overstromingen. Tom loopt dan ook naar Luik om zijn Waalse collega's een hart onder de riem te steken. Maar Tom loopt ook in het bijzonder voor één meisje, de 7-jarige Aline, die ook in het getroffen gebied woont. We gaan vooral voor het project Aline. Een familie dat een kind heeft met beperkingen, mentaal en fysische beperkingen. Die mensen hadden een rolstoelfiets, die is meegespoeld in de overstroming, die is weg. En wij lopen gesponsord met de dienst, met de collega's, naar Luik, Saffontaine, om deze fiets terug te kunnen kopen voor deze ouders. Zo'n rolstoelfiets kost al gauw 12.000 euro. Toen Tom het meisje en haar familie vorig jaar een eerste keer ontmoette, was hij naar eigen zeggen meteen verkocht. Door zich te laten sponsoren tijdens zijn looptocht hoopt hij voldoende geld in te zamelen om de rolstoelfiets te bekostigen. En zo Aline terug een beetje meer vrijheid te kunnen geven. We hebben al heel veel geld samengehaald. Ik denk dat wij nu nog 3 dagen sponsoring zullen krijgen van de mensen. Hopelijk steunen de mensen ons. Zodat wij die fiets kunnen kopen. Maar ik denk het wel, ik ben ervan overtuigd dat de mensen ons zullen steunen in ons mooi project. En dat dat zeker in orde zal komen. Tom loopt vandaag de eerste 85 kilometer naar Werchter. Het grootste deel van de tocht werkt hij alleen af, maar af en toe krijgt hij wel wat gezelschap. Morgen loop ik van Werchter naar Tongeren, een dag van 74 kilometer. En vrijdag kom ik aan, loop ik van Tongeren. Passeer ik eerst aan de kathedraal van in Luik, Sint-Paul. En dan loop ik de laatste 7 kilometer terug met collega's en met de kinderen normaal van Luik. De sportclubs lopen mee onder begeleiding van de politie komen toe op het Marktplein. Je kan Tom Dosse ook live volgen via een GPS-tracking systeem dat je terugvindt op de Facebookpagina Een Hart van Staal voor Aline.